Zo, een hele goede morgen. Het is zondag 11:30 en het is vandaag weer echt fantastisch weer in Amsterdam. Maar ik heb mezelf beloofd om nu echt eens te gaan sporten. Ik heb al 4 weken, misschien wel 8 weken niks gedaan. Dus ik dacht, fuck it. Hoe warm het ook wordt, ik ga eerst even de gym in. Basel, en ik heb net de maandagmeeting hebben we gedaan. Ik loop nu eventjes het printerhok in, want dan kan ik een beetje gezellig kletsen. Maar dat was leuk om te doen. Dat is een nieuw type meetingformat om te kijken of we de maandagmeeting wat efficiënter kunnen laten verlopen. En dan een vrijdagmeeting ook efficiënt. Dat je elkaar kan updaten, waar is iedereen mee bezig en wat speelt er allemaal. Dat ging goed, dat was een kick-off. Dat was mijn maandag, begin van de maandag. En we gaan nu door. En toen was het in één keer 6:00 in de middag. En ben ik wel de hele dag bezig geweest, hier thuis, op kantoor. Maar ik merk dus dat ik best wel wat taken, kleine dingetjes doe. En er is één grote taak, en dat is een vraag 2. Eentje is een offerte maken en de ander is een interview nalezen, omdat ik in de metro sta deze week. Super cool. En dat interview nalezen vind ik niet zo'n probleem. Maar die offerte maken, op de een of andere manier blijf ik die dus voor me uitschrijven. Dat is echt heel raar. En dat doet me in één keer denken aan een tekst die we hier hebben staan, die ik deze week heel erg in praktijk ga brengen. Ik ga ermee experimenteren. Dat is: am I being productive or just active? Dus heel vaak ben je dingen aan het doen en ben je eigenlijk gewoon maar wat dingen aan het doen die ja, ooit een keer moeten gebeuren, maar die eigenlijk helemaal niet zo grote prioriteit hebben. Dat heb ik in ieder geval. Dat ik heel vaak dat soort dingen doe. Dus dat ik heel vaak klusjes en oh ja, dit moet ook nog, oh ja, algemene voorwaarden. Allemaal heel belangrijk. Maar ik merk dat ik soms wel gewoon druk aan het doen ben. Dus busy work. En niet de dingen die er echt toe doen. Dus daar ga ik deze week mee experimenteren om daar keihard op te zitten. Ik denk dat ik me 3 keer per dag ga afvragen, ben ik productief of ben ik gewoon druk? En ik denk dat als je daar steeds vaker bewust van ben, dat je veel meer gedaan krijgt in veel minder tijd. Nou, we gaan het zien. Een hele goedemorgen. Het is dinsdagochtend. Ik ben op weg naar TQ. Ik heb een afspraak met Wouter. Die ken ik al van heel vroeger. Werkte ooit bij Google en in de reiswereld samen met mij. Werkt nu in Amerika voor mobile operator. Heeft hele mooie verhalen, denk ik. Maar ik ben onderweg. Ik heb straks ook nog een fotoshoot voor in de metro. En daar sta ik deze week in. Yes, okay, go. Fiets je zo op de weg en dan kom je gewoon vrienden tegen. Het is hilarisch. Grappie. Ah. Is het lekker? Lekker man, met jou? Ja, goed. Waar ben je op weg heen? Bijenkorf. Bijenkorf? Ja. Om even te kijken waar jullie liggen? Ja. Adem aan de weide, ouwe. Ik zie er niet uit, maar ik ben net wakker. Ben je net wakker? En je gaat nu naar de Bijenkorf hier of naar hoofdkantoor ofzo? Kijk hoe de selectie erbij ligt. Lekker, ouwe. In de zon is Wouter. Hoi. Nou, ze zitten nog even verder te kletsen en Wouter vertelt me net hoe die überhaupt daar bij Sprint terecht is gekomen in Texas. Toen stelde je net iets heel moois, want je zei je had daar een te gek gesprek en toen kwam je terug in Nederland en zeiden ze. Ja, dus ik was voor 24 uur naar Kansas City gevlogen, ja, met de CEO te praten. Ik kwam terug en kreeg meteen een belletje van het bedrijf van oké, wanneer kan je beginnen? over een maandje. En wat wil je verdienen? Ja. En dat is sowieso al bijzonder om zo'n vraag te krijgen. Dus ik zei van, nou ja, het is ver van huis, mijn gezin moet over, laat me er even over nadenken een paar dagen. Ik zei, ja, ik bel je met 30 minuten terug. Dus je moet het binnen 30 minuten weten. Dus het enige ding wat ik kon bedenken was top-down, bottom-up berekening. Dus ik heb genomen het percentage van de business waarvan ik verantwoordelijk word. En dat vermenigvuldigd met het openbare salaris van de CEO. Oh, wauw. Dat is wel echt gedegen. Ja, en ik heb mijn consultancy fee genomen. Ja. En dat maar ja, vermenigvuldigd met een bepaalde multiplier voor de added trouble om het heen en weer reizen. En daar kwam hetzelfde bedrag uit om me nabij. En dat heb ik wat goed. Dat heb ik genoemd en dat was binnen een half uur daarna was het akkoord. Was gewoon ja. Was er ook niet van, we vinden het hier. Zo kan het dus ook. Ah, wat gek. Ja, heel apart. Ja. Nou, dus als je ooit salarisonderhandelingen moet doen, dan moet je Wouter bellen. Dan fixt hij het voor je. Wat ook heel leuk is dat ik nu een fotoshoot heb bij de Hoxton.
omdat ik deze week in de metro kom te staan. Dus dat vind ik echt heel leuk. Dus ik ga hier denk ik zo voor de deur eventjes kijken of ik een mooie foto kan maken. En over 10 minuutjes afgesproken, hoop nog even snel wat te eten. Want de ochtend is wel lekker ram, 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 ram. Dus we moeten ook op onszelf passen natuurlijk. We zijn net even snel bij de juicery, de cold press juicery. Cold press juicery. Nou ja, geen reclame maken. Hey, het gaat me niet om die cold press juicery. Maar het gaat me om de Astronauts Fuel. Dat staat erop. Het is een nieuwe juice van hun. Ik zag hem staan. Hij is heel vies blauw. En hij is waarschijnlijk heel lekker, maar... het is maar goed dat dit geen commercial is, anders was hij afgekeurd. Blue Magic staat erop, zie je dat? Blue Magic. En ik heb me dus laten vertellen, en ik hou van dit soort verhalen, ik ben tenslotte een marketeer, dat de Magic, ik ga het straks nog even googlen, dat astronauten dat dus meenemen als ze space ingaan. Omdat het blijkbaar weinig ruimte inneemt of heel goed blijft. In ieder geval, het geeft hun hele goede vitamines en mineralen mee, voor als ze in space zijn. Dus, space drink. Ik ga het zo drinken. Dus de ochtend is weer echt voorbij gevlogen en ik heb niet gevlogd. Dat komt omdat ik heel erg productief ben, niet zomaar actief. Hè, dat is het thema van deze week. Am I being productive or just active? Ik was heel productief vanochtend, zo productief. Dus kindje nu aan het huilen, die helpt met me mee. Maar ik ben heel vrolijk. Hij is het tegenovergestelde van wat ik ben, wat je nu hoort. Precies. Ik heb precies het tegenovergestelde wat dit kind nu ervaart. Ik ben gewoon super blij, maar ik ben wel aan het rustje geweest, dus ik kon niet alles opnemen. Ik had 2 hele toffe gesprekken. 1 bij Optimize. Ik ga volgende week waarschijnlijk een training voor ze doen. Heel kort dag. En daarna bij een bedrijf in Amsterdam Noord, Epicom. Ook heel tof gesprek gehad. En ik lag een kind wat huilt uit. Beetje lullig misschien voor mij. Maar en ik ga nu eigenlijk allemaal dingen thuis doen, maar toen belde Boris. En toen zei hij, het is heel mooi weer, zullen we even gaan spijbelen? Toen dacht ik, ja. Waarom ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen? Ook een beetje om te zeggen, fuck it, ik ga gewoon spijbelen. Dus ik ga nu een half uurtje, 3 kwartier even spijbelen, even een broodje eten met Boris. En dan kom ik weer terug en dan ga ik weer echt even getting shit done. Boris, hoe vaak spijbel jij per week? Ja, echt 1 uur en meestal met jou. Shit, nu ben ik medeplichtig. Ja, maak er nou niet een ding van alsof ik de hele tijd aan het spijbelen was. Gewoon een fucking drukke week. En ik had 1 uurtje en dat besteed ik. Ah, dat ik lief. Oké, dan zal ik mijn kamer maar weer neerleggen. Nou, het is echt een heerlijke dag vandaag. Het is echt 26 graden of zo. Maar ik zit al de hele dag in de woonkamer te werken. En het is wel tof. Ik had vanochtend dus een gesprek bij Optimize. We hebben daar eerder een training gedaan. En nu wel een ander team. Waarschijnlijk dezelfde training. Maar het is wel alweer volgende week donderdag. Dus lekker short notice. Ik ben nu snel een voorstel om elkaar aan te knallen. Voordat ik weer de deur uit moet. En dat is eigenlijk een vergelijkbare training die we hebben gegeven bij Tommy Hilfiger en Kelvin Klein. Van hoe... Ja, wat zijn nou de karaktereigenschappen van een goed team? En hoe maak je je eigen team tot een best performing team? Nou, daar gaan we dan die dag doorheen. Laten we ze het ervaren. Het heeft te maken met feedback en positieve feedback. Vooral op elkaars sterktes, niet zwaktes. Dus dat is heel leuk. Ik heb in mijn vorige vlog een keer uitgelegd. Als je het interessant vindt, de vlog hiervoor. Daar kun je het in zien. Oké. Okay. Yes! Het is donderdag en ik heb vandaag de hele dag niet gevlogd. Nou, waardoor komt dat nou? Ik zit echt rammetje vol deze week. En waar mijn vorige vlog ging over meer ja zeggen. Meer dingen uit je comfortzone doen. Meer ja zeggen tegen mogelijke hele toffe kansen. Wil ik er toch nog wel een toevoeging op doen. Het is af en toe ook belangrijk om nee te zeggen. En wanneer weet je nou of je ja of nee moet zeggen? Dat is als je duidelijke doelen hebt. Dus als je weet wat je dit jaar wil bereiken qua doelen. Kun je ook makkelijker nee zeggen. Kun je tegen mensen zeggen. Weet je, het past gewoon niet zo goed bij mij. Dus het wordt gewoon een nee. En... dat is wel heel belangrijk. Dus ik ga nu ook wat vaker nee zeggen tegen dingen die niet passen bij mijn doelen. In mijn geval heb ik heel veel voorstellen uitgestuurd en zeggen er veel meer mensen ja dan ik had verwacht. Dus ik moet dat gewoon wat beter gaan managen en uit gaan smeren. Maar ik zeg ook wel eens ja tegen dingen dat ik achteraf denk, hey, dat past eigenlijk helemaal niet bij mijn doel. Dus het is belangrijk dat je weet wat je doelen zijn en dat je dat ook steeds in je hoofd hebt. Zodat je makkelijk ook ja of nee kan zeggen. Oké, okay. Veel succes. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik deel gewoon mijn worsteling met ook mijn time management. Soms gaat het heel goed. Deze week was het echt utter chaos. Trouwens, waar je natuurlijk nooit nee tegen zegt, is een interview in de metro. Deze week heb je al gezien. Begin van de week was de shoot hiervoor. En ik sta in de metro van vandaag. Jorg neemt bedrijfsculturen nauwkeurig onder de loep. Supercool artikel. Ik mag ook nog even mijn toptips van Amsterdam geven. Echt heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. Het zijn echt hele toffe foto's geworden, dus ik probeer deze foto's ook nog eventjes te hosselen. Maar echt heel leuk. Dus ik ben wel heel blij dat ik in de metro sta. Toch weer een mooi dingetje ook weer tussendoor. Is het
einde van de week en het is dus het einde van de vlog. En eigenlijk wil ik nog alleen nog zeggen dat ik heel erg waardeer dat je kijkt. Ik wil je bedanken als je naar deze vlog kijkt, want ik maak hem eigenlijk voor jou, voor jullie. Dus ik vind het echt te gek en ik vind je nog liever als je abonneert. Nee, maakt niet uit. Je hoeft niet te abonneren. Ik vind het gewoon te gek dat jullie kijken. En mocht je bepaalde onderwerpen hebben waar je wil dat ik het over heb, als het gaat om over ondernemen of over cultuur of over hoe ik zo door dat ondernemersleven heen ga, let me know in de comments. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt. Ciao!